Jilly, 15 december in het theater in Kerkrade, een theatershow. We zagen net een klein fragmentje. Wat doe je precies? De show heet Iedereen Paranormaal, waarin ik eigenlijk een statement maak van wat de dingen die ik doe met dat zogenaamde zesde zintuig kan eigenlijk iedereen. Want ben ik paranormaal begaafd? Iedereen is paranormaal, of is het niet? Ja. Hangt er vanaf wat je verstaat onder het woord paranormaal. Ik zeg gewoon, of mijn punt is eigenlijk van, er kunnen heel veel dingen, hele bizarre dingen gebeuren zonder een echt zesde zintuig te hebben. Dus een kleine waarschuwing misschien, zonder met het vingertje te zwaaien. Als je naar een echt medium gaat, denk er eens over na dat die persoon misschien wel dezelfde dingen doet als ik doe. Want ik ben er inderdaad van overtuigd dat, dat er... Ik kan bijna met zekerheid zeggen dat er geen zesde zintuig bestaat. Nee, nooit laten helemaal. We kijken, een klein fragmentje. Derek O'Gilvie, heel bekend, zowel bij jullie als bij ons. Ja. Klein fragmentje, ja. Kevin. I want to talk... Kevin, I have a gentleman here who's in his mid to late 20s. When I'm connecting with him, I'm getting a problem with my shoulder. And he's telling me about a story of water and maybe a pond in the garden. The son of my friend, his name was Kevin, and he died in a car accident, and he was always fishing. Do you understand about the shoulder? Yes. Who has a problem with the shoulder? Yes. With the accident. Come on. He's telling me about a little girl. Yes. And he's telling me about looking out for this little girl and protecting this little girl because he's very fond of this little girl and wants this little girl to know that he's watching over her. Okay. And there was some jewelry given to this little girl very recently. A ring or a necklace. Yes. Ring. That is correct. It's the daughter of his brother. Commentaar. Ja, het zal wel zijn. Gewoon vertel eender wat en er zal wel iemand zich erin herkennen. Dat is echt typisch, Derek O'Gilvie. Hij zit voor een zaal met, ik weet niet hoeveel, 500-600 mensen. Ja, hij gooit een naam in het publiek en natuurlijk is er altijd wel iemand die die persoon herkent. En toch vallen we er allemaal massaal voor. Ja, en ik vind het heel erg vreemd, want O'Gilvie is al een paar keer gewoon finaal met zijn bek tegen de muur gegaan. Hij heeft twee keer een challenge geprobeerd. Eén keer in Engeland, de week nadien in Amerika. En in Amerika helemaal door de mand gevallen. Waar hij gewoon compleet in de mist gegaan is. Rambam heeft hem dan ook nog eens te grazen genomen met dat gesprek met die overleden grootvader die nog bleek te leven. Oh, nee, dus toch, de gegevens, de bewijzen zijn er, maar mensen blijven gewoon. Ik zie hier, hij start weer met een tournee binnenkort hier. Ja. Kaartjes €35, verschillende shows die zitten vol, zijn uitverkocht. RTL4 gaat er ook weer een programma aan hangen. Echt, het is degoutant. Maar kun jij het verklaren? Of kun je mij iets laten zien? Of kun je iets doen waardoor we voelen wat jij bedoelt? Hetgeen O'Gilvie net gedaan heeft, dit kan ik natuurlijk hier niet laten zien. Nee. Het punt is, wat O'Gilvie doet, is een techniek die heet cold reading. Mm-hmm. Cold reading is een gesprekstechniek die ook door politiediensten gebruikt wordt bij ondervragingen, die in een therapeutische relatie kan gebruikt worden. Waarbij je doet alsof je eigenlijk heel wat weet over de persoon die recht voor je zit. Mm-hmm. Maar die persoon geeft eigenlijk zelf alle antwoorden, omdat je algemeenheden gooit. Vergelijk het met zo'n kindertekening die we allemaal maakten toen we klein waren. Allemaal puntjes met cijfertjes. Dus hij reikt gewoon de puntjes aan. En als je die dan verbindt met elkaar, dan krijg je een tekening. Maar elk maakt zijn eigen tekening, laat het inpassen bij zichzelf. En hang er gewoon het zesde zintuig bij. Of zeg dat je contact hebt met gene zijde. En plots verliezen heel wat mensen alle zin voor rationaliteit. En het heeft niks te maken met intelligentie. Gewoon sleur dat zesde zintuig erbij en het is allemaal geen probleem. Dus wat ik doe in de voorstelling is echt op een grappige manier. Er is telepathie, er zijn voorspellingen. We hebben ook een seance met dierbare overledenen. Dat zit er ook allemaal in. En dat lijkt allemaal heel echt. En dat is ook even echt als die mensen, Char, O'Gilvie. Alleen laat jij zien wat er nu eigenlijk gebeurt. Ik laat zien wat de echte mediums doen. Daarom heb ik ook het boek geschreven. En hier is eigenlijk een derde, gaat over cold reading. Is die techniek, die befaamde techniek, waarbij je doet alsof je van alles weet over mensen en dat je die mensen dan kan raadgeven. Want wat is eigenlijk de bedoeling? Hij heeft zogenaamd contact met doden. Ja. Of hij heeft contact met baby's. Daar is hem ook heel sterk in, naar het schijnt. Er zijn anderen die kaart leggen, dus dan gaan ze eerst uw verleden, uw heden beschrijven, met krak dezelfde methode. En dan leggen ze nog een paar kaarten voor de toekomst. Ja, dan kan je eender wat zeggen, want niemand weet toch of het zal gebeuren. En als je maar genoeg dingen zegt,
ja, uiteindelijk zal uiteindelijk er, komt er wel hier iets. En daar iets uitkomen wat klopt. En dan pas herinneren die mensen zich van, hé, maar die had dat voorspeld. Terwijl alle andere dingen die er in datzelfde rijtje voorspellingen stonden, die zijn allemaal vergeten, verdwenen. Is het iets wat wij gewoon willen geloven? Ik denk het. Ik denk dat het is een heel fijne gedachte natuurlijk. Het is heel fijn. Als je zou kunnen contact krijgen met... Mijn papa, mijn vader, die overliegt. Met je vader of je grootouders. Ja, ja. Iedereen wil dat. Maar ja, ik vrees dat het niet gaat gebeuren. Maar zij beweren dat dat wel kan. En daarom zijn mensen daar zo happig en zo gretig over. En dan komen ze af met details. Waar men zegt, die man kan dat ongelooflijk weten. Bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld... woon jij al een tijdje op dezelfde locatie? Mm-hmm. Ja, want je bent ooit verhuisd naar die locatie. Mm-hmm. Ja? En er zijn nog een paar van die dozen die er nog altijd staan, die nog niet open geweest zijn. En er is ook ergens, ik zie ook ergens een chaos van iets wat je zelf van vindt, van daar moet ik dringend eens werk van maken. En... Zo, maar gaat je ontleden. Voilà. En er staat ook ergens een doos waar ik, of bestanden met foto's waar je zegt van ik moet die ooit eens in een album krijgen, daar moet ik ooit eens werk van maken. Ja. Klopt. Oké, dus dat is nu iets wat dus heel echt van toepassing is voor u. Maar ik denk dat het voor u net zo goed van toepassing is. En dat voor 80, 90... Nou, ik heb geen dozen die meer ergens staan. Nee, maar waarschijnlijk knik ik zo heftig van ja, die dozen. Ja, ja. En ja. Exact. Ja. Ik gooi gewoon dingen en ik zie gewoon aan uw gezicht of het klopt of niet. En als het klopt, dan gaan we erop verder. Klopt het niet, ja, dan laten we het snel vallen. Wist met uw fiets trouwens. Dus probeer je eens met de fiets. Een tijdje geleden. Ja. Ja. Is het opgelost omdat er iets met de versnellingen was? Godsnaam, maar dit is echt heel raar. Ja. Hoe komt hij nou bij een fiets? Gewoon, ik zit in Nederland. Het zou vreemd zijn als je geen fiets hebt. Ja. En ga zo maar door. Gewoon om te tonen... Ik krijg er toch warm van, hoor. Ik krijg het door van iemand uit uw verleden. Maar is het een soort van kruistocht van u om ons bewust te maken? Nee. Ik wil in de eerste plaats heel Nederland mijn voorstelling tonen. Dat is eigenlijk met heel veel humor ook. Ja. Dus de bedoeling is echt van de mensen een hele fijne avond met allemaal hele bizarre dingen te tonen. Maar we wensen zich echt te pletter amuseren. Maar om die show te kunnen maken, moest ik in de tijd al die technieken beginnen bestuderen. En pas gaandeweg is dan mijn vaststelling gekomen van... die echte mediums, die doen eigenlijk net hetzelfde wat ik hier aan het leren ben. En dan pas is mijn frank gevallen van... of mijn euro ondertussen... gevallen van, ik moet daar iets mee doen. Voor één keer dat ik iets meer weet dan waar de meeste mensen iets over vanaf weten. En ik zie dat daar bedrog en charlatanisme en misbruik in is. Ja, dan moet ik daar iets over zeggen. Ja, dat klinkt toch als een soort van missie. Heeft er wel moeite mee dat mensen misschien bedrogen worden? Ja, ik kan er niet tegen. Ik ben zelf een bedrieger, maar ik ben beroepshalve. Mensen weten als ze naar mijn voorstelling komen dat ze bedrogen worden, maar ze weten het vooraf. Ja. En voor zij die het niet wisten, ik zeg het ook nog eens op het einde van elke voorstelling, van dat ze niet met een verkeerd idee naar buiten gaan. Dus ik ben vrij eerlijk over het feit dat ik mensen bedrieg. Maar het is heel interessant om te zien, als mensen dat weten, van wat ik allemaal daar sta te doen, dat het niet echt is, en dat ik ze echt aan het bedriegen ben, dat ze toch nog altijd willen erin geloven en zelfs na voorstellingen op mij komen vragen van ja, doe je ook privé-seances? Kan ik bij jou komen voor een reading? Ze komen toch nog bij je om... Toch komen ze nog langs. Omdat ze... En dan heb je weer de echte paranormale mensen die denken dat ze een gave hebben, die dan zeggen, ja, maar vriend, wij zien wel, jij vertelt veel, maar je vertelt niet alles. Om wat te insinueren van, je hebt wel een zesde zintuig, maar of je zit nog in de ontkenningsfase, of je wil... Dat is ook een goeie, om ook de essentie van de hele paranormale markt even te tonen. Mm-hmm. Je wil gewoon door in te hakken op al die mediums, wil je gewoon alle concurrentie van de baan om al het geld in uw zakken te krijgen. Kwestie van de essentie van het paranormale circus even te... Je bent nog erger op zijn, dan Mark Rutte. Ja, op zijn kop. Je bent nog erger dan Mark Rutte. Alles even alles op zijn kop zetten. Is dat een compliment of is dat... Nou, dat is politiek. Daar zullen we het niet over hebben. Dit gaat over iets heel anders. Maar geloof jij in paranormaal begaafdheid? Ja, ik geloof daar wel enigszins in. Wat ik zo straks al zei, intuïtie. Hè? Ja. Intuïtie is denk ik wat anders. Ja, dat is mijn hele punt, intuïtie. Ja. Heel veel mensen, die vooral vrouwen zijn daar gespecialiseerd, om de een of andere genetische reden,
om signalen te ontvangen met de vijf zintuigen. Ja. En heel veel dingen onbewust te ontvangen, maar er toch een interpretatie van te maken. En als dan iemand langskomt en zegt van, jij krijgt alles door vanuit gene zijde, of de kaarten liegen nooit, of de pendel ligt, ja, dan ga je in die denkpiste, terwijl mensen eigenlijk al mooi genoeg zijn met die intuïtie, met die vijf zintuigen die ze goed gebruiken. En die moeten ze ontwikkelen, onder andere te lezen in dit boek, want voilà, daar wordt iets meer ingegaan op die vijf zintuigen. Maar u heeft ook kaarten bij, waarom? Om eens nog eens te hebben over die waarzeggerij bijvoorbeeld. Dit zijn tarotkaarten. Ja. Dat zijn zo kaarten... Ja. We gaan er massaal naartoe met z'n allen. Ja, dus iedereen kent die kaarten wel waarschijnlijk. Dit zijn kaarten waarbij alle thema's aangesneden worden die gebruikt worden in de waarzeggerij. Oh. Nu, ik zou jou kunnen beïnvloeden om een kaart te trekken. Dus ik ga gewoon vragen, we gaan het gewoon door het lot laten beslissen. Ja. Dus coupeer gewoon een deeltje en leg ze er gewoon naast. Dankjewel. Oké. Voilà. Het punt is, als we die thema's bekijken, dan zijn die allemaal heel erg algemeen. Maar ze kunnen echt dingen losweken uit mensen, omdat ze zelf die verbindingen zoeken naar die puntjes. Mm-hmm. Ja? Dus we hebben nu gewoon heel kraak een thema gekozen. En je had dus overal kunnen couperen, maar we zijn dus hier. Voilà. Neem ze en bekijk ze. Oké. Okay. We gaan en concentreer je op het thema dat erop staat. Mm-hmm. Oké. Okay. Bon, het is iets wat jou onlangs nog ook overkomen is. Het heeft iets te maken met u. Het heeft iets te maken met iets dat je niet wist en dan plots wel wist. Omdat er inzicht kwam door een belangrijke mail, een belangrijke brief, een bericht. Heb je het thema bericht gekozen? Ik hoor het. Maar hoe doe je? En wel, ik ga het u zeggen hoe ik het doe. Ik weet niet of de camera erbij kan, anders moeten ze misschien een klein beetje dichter komen. Gewoon om te tonen hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Nog eens. Dus ze waren geschud, je hebt gekopieerd waar je wilde. Je kwam op bericht. Nu, de tweede is echtgenoot. Ja. De derde, waar we gekopieerd hebben, is droefheid. Dan gaan we naar reis. Ongeluk. En geld. Zet nu eens de eerste letters van al die thema's na elkaar en zeg eens wat er staat. Bericht, bedrog. Echtgenoot, droefheid, reis, ongeluk, geld. Bedrog. Nee, toch. Maar dan weet ik het nog niet. Helemaal. Maar dit zijn dus trucs. Dit zijn, voor mij zijn alle mogelijkheden goed om mensen te doen twijfelen over dat zesde zintuig. Maar ook ze laten twijfelen in de andere richting. Om uiteindelijk te kunnen zeggen van ja, sorry mensen, maar wat ik gedaan heb is niet echt. En alsjeblieft, als je naar een echte gaan of zelf denken een echte gave te hebben, lees het boek, mijn boek of een ander boek over coach reading. En het geeft gewoon inzichten van waar die intuïtieve boodschappen komen. En die hebben niks met dat zesde zintuig te maken. Het klinkt heel fijn, het is hot op dit moment om te zeggen dat je een zesde zintuig hebt, maar je bent mooi genoeg om het te doen zonder dat zesde zintuig. En luister naar je intuïtie, daar had jij het al over. Marianne, daar dank je wel. Daar geloof ik ook inderdaad, dat zei later ook iemand, daar heb ik heel sterk. Daar moeten we ook naar luisteren, naar die intuïtie. Ja. Dank je wel dat je er was. Jullie, hartstikke bedankt. Nederlandse theaters staan voor je open en klaar. We gaan er massaal naartoe. Dank je wel, 15 december in Kerkrade. Voor u bedankt voor het kijken. Ik heb er warm voor gekregen. Tot morgen. Dag. Ik heb er echt warm voor gekregen. Thank you.